Wij besluiten het binnenlandse nieuws met de weersverwachting van de Meteorologische Dienst Suriname. Die geldt voor 24 uur vanavond tot... voor 24 uur vanaf vanavond 7:30. Tijdens de avond- en nachtelijke uren zal het half bewolkt zijn, maar blijft het overwegend droog. Aan het einde van de nacht ontwikkelt zich op enkele plaatsen mogelijk nevel, voornamelijk in bosrijke gebieden. Morgen, dinsdag 31 oktober, gedurende de morgenuren, komen er zonnige perioden voor. In de middag is er kans op een plaatselijke lichte bui, die soms gepaard gaat met onweer en of windstoten, voornamelijk in het kustgebied. De Meteorologische Dienst waarschuwt dat morgen 31 oktober de gevoelstemperatuur hoger ligt dan de verwachte maximale temperatuur van 38 graden